Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft als belangrijke beleidsgebieden water, mijnbouw, maar ook energie. Dit zei minister David Abiyamofo gisteren in gesprek met onze nieuwsdienst. Het nieuwe ministerie dat zou worden opgezet, olie en gas, is namelijk komen te vervallen en wordt een nieuw directoraat binnen het ministerie van NH, geeft de bewindsman aan. Volgens hem zal het ministerie het elektrificatievraagstuk opnieuw bekijken en behandelen. Maar ook de elektrificatie, Paramaribo aan districten, maar ook het verre binnenland. Daar hebben we nog de dieselgeneratoren die de dorpen van stroom moeten voorzien. Maar we willen van dat systeem naar een stukje zonne-energie, meer duurzame energie voor het binnenland. Omdat je elke maand weer zit met de logistieke problemen om diesel te transporteren en zo. Dus dat zijn de uitdagingen. Voor water zitten we ook voor wat het binnenland betreft met grote uitdagingen. In Kamowijnen zijn we bezig met een stukje zuivering van oppervlaktewater. In randdistricten zijn er nog wat gebieden die aangesloten moeten worden, maar ook grote delen van Wanica, de verkavelingsprojecten die aangesloten moeten worden. Maar daarvoor moeten we wat grote investeringen doen. Dus wat uitdagingen op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen, ja. Abiyamofo wijst er verder op dat de NVEBS al voor de unificatie van de wisselkoers bezig was met plannen om de stroomtarieven te verhogen. In feite, voor de unificatie dachten we al aan een stukje afbouw van de subsidies. U moet weten dat we op jaarbasis EBS subsidiëren met een bedrag van ongeveer 1,25 miljard. En dat moesten we al terugbrengen. En nu met de unificatie van de koers is het zo dat de brandstof, het brandstofcomponent in het tarief ook is gestegen, waardoor de opwekkosten automatisch dan stijgen en automatisch de subsidies hoger zouden worden. Dus we kijken serieus ernaar. Bijvoorbeeld vanmiddag hebben we een gesprek met dus NH, met het ministerie Financiën, met de Energieautoriteit Suriname, met EBS. Om opnieuw te kijken naar modellen en wat projecties, alternatieven uit te werken. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Wij spraken hem gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers over de verschillende beleidsgebieden die prioriteiten genieten op het ministerie van NH.